Vanavond bij mij op de bank. Antwerpen wordt door het leger bewaakt. Hoe stoppen we het oprukkende geweld van jihadisten? Een gesprek met jihad-expert Montasser Aldemee. Het hartverscheurende verhaal van de Afghaanse Tamana. Haar vader werd 2 weken geleden op het vliegtuig naar Afghanistan gezet vanwege vermeende oorlogsmisdaden. Je mag best homo zijn als we het maar niet merken. Een gesprek met ervaringsdeskundigen Tim den Beste, Monique Samuel en Winfried Baaiens. En powerkoppel Bastiaan en Tooske Ragas weten hoe je het leuk houdt. Het is vrijdagavond laat, tijd voor Jinek. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom. De Afghaanse Tamana Amiri moest 2 weken geleden gedwongen afscheid nemen van haar vader. Hij werd na 18 jaar teruggestuurd naar Afghanistan, verdacht van oorlogsmisdaden. Het afscheid op Schiphol was heel pijnlijk. Je vader, zonder afscheid is hij meegenomen. Volgens zijn advocaat had Amiri vandaag nog 1 mogelijkheid om uitzetting te voorkomen. Door nog tijdens zijn transport opnieuw asiel aan te vragen. Ik wil asiel aanvragen. Ik wil asiel aanvragen. Ik hou van jou, ja, papa ook. Ik hou van jou. Tamana, welkom. Was het de laatste keer dat je vader hebt gesproken? Ja, dat was de laatste keer dat ik hem echt had gesproken. Je weet ook niet precies waar hij is nu? Nee, hij is in Kabul afgezet, maar waar die is, dat weet ik niet. En je hebt ook niet van familie of iemand anders gehoord waar die mogelijk kan zijn? Nee. Naast jou zit Maria Jakin. Jij bent van de Stichting 1F. Dat is een organisatie die Afghanen in Nederland die verdacht worden van oorlogsmisdaden bijstaat en helpt. Om hoeveel mensen gaat het? Nou, in eerste instantie, ik wil graag opmerken dat wij absoluut niet voor oorlogsmisdadigers opkomen. Dat wij ook van mening zijn, net als iedereen, dat oorlogsmisdadigers moeten worden bestraft en berecht. En dat artikel 1F moet worden toegepast, zodat oorlogsmisdadigers geen enkele plek in onze samenleving krijgen. En om inhoudelijk op uw vraag in te gaan, in het jaar 2000 is een ambtsbericht tot stand gebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op basis van dat ambtsbericht zijn ongeveer 900 Afghanen hebben artikel 1F toegewezen gekregen. En bij ons op dit moment zijn er, nu praten we ongeveer 15 jaar later, zijn we. En op dit moment zijn er bij ons ongeveer 80 dossiers bekend. Dus 80 mensen die een 1F-artikel hebben. Maar wij denken zeker dat er ongeveer 200 à 300 Afghanen zijn die wel artikel 1F hebben. Of dat ze over ons bestaan niet afweten, of dat ze misschien bang zijn om met ons contact op te nemen. Ik moet dat even uitleggen waar het precies om gaat. 1F-beleid gaat ervan uit dat iedereen die onder het communistische regime in Afghanistan bij de veiligheidsdiensten werkte, eigenlijk een oorlogsmisdaad heeft gepleegd. Die moet daarvan geweten hebben, op de hoogte zijn geweest. En is per definitie dus een oorlogsmisdadiger. Dat regime martelde mensen, liet ook mensen verdwijnen. Nou, deze definitie geldt dus ook voor jouw vader, omdat hij politieman was onder dat regime. Waarom zijn jullie 18 jaar geleden gevlucht, Tamana? Toen de tijd was het heel erg onveilig daar voor mijn vader. En we waren nog heel jong. Dus uit veiligheid om. Want dat was toen het regime viel, werd het onveilig voor jouw vader. Klopt. Dit is een moeilijke vraag om jou te stellen, maar ik moet het stellen. Is jouw vader een oorlogsmisdadiger? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag natuurlijk. Hoe ik mijn vader ken, zeg ik natuurlijk nee. Want mijn vader is een hele positieve man. En die stond altijd positief in het leven. En hoe hij ons motiveerde om te leven en te gaan studeren. Maar mocht hij dat gedaan hebben, dan vind ik dat hij berecht voor moet worden. Kijk, zoals Marja net aan heeft gegeven, dat mensen die echt oorlogsmisdadiger zijn, moeten ook gewoon bestraft worden. Want ik ben ook, zoals van andere mensen die van mening zijn, ook tegen de oorlogsmisdadigers. Maar er moeten natuurlijk wel van belang zijn dat er concrete bewijzen komen. En die mensen moeten ook een eerlijk proces krijgen. Heb je het ooit aan je vader gevraagd, zo op de man af? Ja, tuurlijk. Mijn vader vertelde, toen we ook nog jong waren, altijd van wat hij altijd gedaan had. En ook met trots dat hij voor zijn land vochten. En dat hij heel trots was dat hij mensen kon helpen die in nood waren. En dat zijn die verhalen dat je trots wordt op je vader. Heeft hij ook gezegd dat hij niets van de praktijken afwist dat onder dat regime plaatsvond? Dat martelen van mensen laten verdwijnen. Wat zei hij daarover? Ja, daar heeft hij eigenlijk nooit over gehad. Het is gewoon wat hij vertelde, puur dat hij heel trots was wat hij als werk deed. En dat hij mensen hielp. En dat leerde hij aan ons, van help altijd mensen. Daar heeft hij altijd ons mee gemotiveerd. Kan het zijn ook dat hij het niet wilde weten?
In de zin van dat je je blik afwendt. Dat je wel weet dat het gebeurt, maar het ontkent. Ja, dat is heel lang terug geweest. Ik was er toen de tijd natuurlijk niet. En wat er toen afgespeeld is, dat weet ik ook natuurlijk niet. Maar dat hij vermeende oorlogsmisdadiger is, dat wat er gezegd wordt. Kijk, toen de tijd was ik nog heel jong. Ik was nog... We zijn in 1997 gekomen, ik was 5 jaar oud. En tot nu toe, we wonen in Nederland. Ik ben hier opgegroeid, geïntegreerd, samen met mijn ouders, mijn broers. En je ziet toch een andere kant van alles. En wat je vader vroeger als werk heeft gedaan, dat was zijn werk. En je ziet dat jouw vader toen een politieman is geweest en dat hij gewoon zijn werk heeft gedaan. En zo heeft hij ons ook gewoon uitgelegd van ik was een politieman, ik vocht voor mijn land, ik hielp mensen en dat was mijn taak. Wat anderen deden, daar had hij niks mee. Mm-hmm. Maria, Nederland heeft onderzoek gedaan en toen besloten die ene lijn te trekken. Mm-hmm. Om al die mensen onder die categorie te laten vallen. Kan het zijn dat je het wel wist, maar dat je het ook afkeurde, maar dat je voor je eigen veiligheid niet kon zeggen ik stop met mijn functie, ik stop als politieman, ik ben het er niet mee eens. Kan dat ook zo zijn? Wel, om die vraag te beantwoorden moet ik inhoudelijk wel iets meer toelichting geven over het bewijsvoering waar het over heeft. Kijk, wij hebben vanuit stichting uitvoerig het Nederlands 1F-beleid bestudeerd en tot conclusie gekomen dat het Nederlands 1F-beleid zeer onzorgvuldig tot stand is gekomen. Om uw vraag inhoudelijk te beantwoorden moeten we kijken naar 2 vraagstukken. In eerste instantie moeten we kijken naar hoe het Nederlands 1F-beleid tot stand is gekomen. En in tweede instantie moeten we kijken naar de bewijsvoering waar het Nederlandse regering vanuit gaat dat iedereen, zoals vader van Afghanen, zoals vader van de mannen, oorlogsmisdadiger zijn. Als we kijken naar het punt hoe het Nederlands 1F-beleid tot stand is gekomen, dan zien we dat het fundament van het Nederlands 1F-beleid ten aanzien van Afghanen eigenlijk heel erg onjuist is. Als je de situatie van Afghanistan wilt bestuderen, moet je namelijk in de context van het land alles bestuderen. En wat wij eigenlijk zien, is dat in Afghanistan wordt sprake van koude oorlog. En koude oorlog betekent in praktijk dat 2 of meerdere partijen tegen elkaar vechten. En wat de Nederlandse regering heeft gedaan, is eigenlijk het ene kant van het verhaal bestudeerd. Dus die heeft gekeken naar wat de regeringspartijen, die door de Sovjet-Unie gesteund werden, wat zij allemaal gedaan hebben. En dan kijken we dus naar die martelingen en verdwijningen. Inderdaad. En naar alle andere... Dus er is niet gekeken naar het context van er was sprake van oorlog. Oké, dat is helder. En er is ook niet gekeken naar wat er allemaal plaats heeft gevonden. En als we kijken naar bewijsvoering... Ja, dan mankeert er ook iets aan wat u betreft. Precies. Het bewijsvoering is eigenlijk ongeldig en onbetrouwbaar. Ongeldig omdat het in Pakistan is opgesteld. Dus het hele onderzoek is opgesteld in Pakistan. Is niet in Afghanistan gedaan? Tot en met heden is er nog nooit in Afghanistan een onderzoek plaatsgevonden. En het onderzoek is in Pakistan uitgevoerd. Pakistan was in die toenertijd een felle tegenstander van toenmalige, door de Sovjet-Unie gesteunde regime. En tevens direct betrokken bij de oorlog in Afghanistan. Dus een partijdige... Dus een partijdige, inderdaad. Dus als wij nu naar het ambtsbericht kijken... het is net alsof dat wij nu over Ajax een mening willen vormen... en we gaan naar de Feyenoord-supporters... en vervolgens vragen wij de mening van de... Van wat voetbal is altijd handig, hè, als metafoor. De Verenigde Naties... Het laatste punt is, denk ik, dat er niet naar individuele gevallen is gekeken. Daar is een soort groepsbewijs. Onbetrouwbaar, inderdaad. Ja. De Verenigde Naties heeft in 2008 al gezegd dat het niet bewezen kon worden... dat iedereen het wist... En ook de UNHCR zegt dat je per geval concreet bewijs moet hebben voordat je dit aan kan tonen. Hoe groot is de kans, kort nog even, dat het in Nederland zo gaat? Want GroenLinks heeft al Kamervragen gesteld. Wat verwacht u? Ik denk, kijk, op dit moment, de hele wereld levert kritiek op het Nederlands 1F-beleid. Dus ik praat over de wetenschappers, ik praat over de advocaten, ik praat dus over mensenrechtenorganisaties. Dus. Precies, zoals Amnesty International en UNHCR. Dus wat verwacht u? Politici. Ik denk dat de regering niet... ik denk bij mezelf altijd, wij leven in een democratische rechtsstaat. En wij hebben internationaal gerechtshof in Den Haag staan. Wij moeten een voorbeeldlijn zijn. Helder. En leren van onze fouten. Ja. Onze regeringspartijen op dit moment willen niet toegeven dat er fouten zijn gemaakt vanaf het begin. En ja, ik denk bij mezelf, wat is nou erger? Fouten maken of fouten corrigeren en dan in de toekomst voorkomen dat dergelijke fouten nog worden gemaakt. De vragen van GroenLinks zijn nog niet beantwoord, dus we gaan afwachten wat daaruit komt. Tamana, ik zei het al aan het begin, je vader is na 18 jaar in Nederland uitgezet. Hoe ging dat uitzetten?
Dat is heel snel gegaan, want ik kreeg op 2 januari, dat was op een vrijdag, na het nieuwjaar, kreeg ik een telefoontje van een medegevangene. En die vertelde mij gewoon, hey, ik heb je nummer van je vader gekregen. Die zei altijd, mocht er ooit iets zijn, dan kan ik heel snel contact met jou opnemen. En dus ik raakte in paniek van, hey, gaat het wel goed met hem? Zei die, nee, hij is op een hele brute manier, is hij zijn kamer uitgetrokken. En zijn kleren zijn opgeruimd. En hij is verdwenen en wij weten ook niet. Wij vragen hier ook, waar is hij meegenomen? En niemand zegt wat. Dus nou, ik uit paniek wilde ik de advocaat bellen. En op dat moment belde de advocaat zelf op. En zei, ik heb een heel slecht nieuws voor jullie. Vader is het aanstaande maandag 5 januari op de vlucht om gedeporteerd te worden naar Kabul. Op een gegeven moment stort je leven gewoon in elkaar van, hoe kan dit? Dat mag toch wettelijk gezien niet? Je moet 5 werkdagen van tevoren laten weten aan de familie en aan de advocaat dat als iemand het land uit wordt gezet, dat ze nog steeds iets kunnen doen. Of je kunt tenminste afscheid van je vader nemen. Maar ze hebben het heel goed gespeeld dat het gewoon op een vrijdag wordt. Ze hebben het zelf niet eens verteld. Dus als die man mij niet had gebeld, dan had ik nooit geweten dat mijn vader op de vlucht zat. Dus op een gegeven moment, dan stort je wereld neer. Dan denk je van, wat moet ik doen? En dan ben jij de laatste hoop van je vader. En dan doe je alles natuurlijk eraan om hem natuurlijk in Nederland te houden. En toen begon ik met een Facebookpagina om actie te starten van dat mijn vader nog in Nederland hoort. En we wonen 18 jaar in Nederland. En na dat actie wat ik op Facebook, dat slaagde gelukkig. En toen kwam ik met het idee om op maandag dan op Schiphol te gaan demonstreren voor mijn vader. Uiteindelijk is hij dus toch naar Kabul gebracht. En zoals ik in het begin zei, je hebt hem niet meer gesproken. Je wil er nu heen om hem te gaan zoeken. Klopt. Ik heb gezegd, mocht ik deze week nog niks van hem horen, dan ben ik bereid om mijn spullen te pakken en mijn vader zelf op te zoeken. Er is een negatief reisadvies voor Afghanistan. Ja, vanuit de Rijksoverheid is er een negatief reisverbod naar Afghanistan. Er staat dat het ontvoeringsrisico heel groot is. Dat er dagelijks wel bomaanslagen daar zijn. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Mijn vader is niet anders. Mijn vader is ook een mens. Waarom is hij dan wel naar dat land gestuurd waar oorlog is? En waarom wordt hij wel anders gezien? En dan vind ik van, dan schendt Nederland ook mensenrechten. Heb je een verklaring voor jezelf waarom je nog niks van hem hebt gehoord? Nou, mijn vader is zonder 1 cent of geen geld, zonder telefoon, eigenlijk alleen met een koffertje afgezet in Kabul. Dus dan zegt het al heel genoeg dat die man nu in problemen zit. Mijn vader heeft gezondheidsproblemen. Die man heeft medicijnen nodig. Dus ik wil natuurlijk als dochter zijn en nog steeds positief blijven en niet van het ergste uitgaan. Je wacht iedere dag wel op zijn telefoontje. Als je hem vindt, als je daar bent, dan zul je opnieuw afscheid van hem moeten nemen, want hij mag niet meer naar Nederland. Nee, dat klopt. Maar dan zal ik natuurlijk wel voor zorgen dat hij wel naar een ander land kan gaan. Ik als een dochter zijnde heb nog steeds het recht om mijn vader nog te kunnen helpen. Het gaat om een mensenleven. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En wij worden toch als collectief verdacht van iets wat heel onbetrouwbaar op dit moment is. En de regering wil daar niks aan doen. Dus eigenlijk zijn we nu momenteel aan het spelletje aan het spelen met mensenleven. En een man wordt teruggestuurd naar een land waar oorlog is. Die is vanuit dat land gevlucht naar Nederland om een veilige plek te zoeken. En alsnog wordt hij teruggestuurd. Dus ze hebben mijn vader gewoon de dood ingeduwd. En eigenlijk hebben ze mijn vader levend vermoord. Heel veel sterkte de komende tijd. Dank je wel. Montassor Aldemee is zojuist direct uit België naar de studio gereisd. Hij zou het eerste gesprek zijn, maar hij heeft het toch nog gered. En hij is jihad-expert verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. En hij praat ons natuurlijk bij over het nieuws van vandaag. Vanaf morgenochtend 7 uur wordt Antwerpen door 150 militairen bewaakt. Montassor Aldemee, hartelijk welkom. Fijn dat het is gelukt om helemaal uit Brussel te komen. Als ik hoor dat er, ik denk iedereen met mij, 150 militairen Antwerpen moeten bewaken, dan denk ik de situatie is zeer acuut. De situatie is rampzalig eigenlijk. Er is een reële kans op een aanslag, zowel in België als in Nederland, als in de rest van de wereld, ook in Europa. Dus heel daarom reëel. Die maatregelen eigenlijk, omdat de angst is ingeslopen in het lichaam van de mens. Ook in uw lichaam? Niet per se. Ik heb geen schrik van niemand. Ik ben zelfs naar Syrië geweest, dus ik vrees niemand. Maar ik wil wel een betere samenleving voor iedereen. Hier in deze zaal, maar ook in de samenleving. Dus het maakt mij zorgen omwille van hen natuurlijk, maar ik heb geen schrik, nee. Als ik hoor 150 militairen, dat is indrukwekkend als je het ziet, denk ik, militairen die op straat lopen. Tegelijkertijd denk ik,
Dit zijn mensen die ook zijn bereid te sterven voor hun doel. Wat gaan 150 militairen op straat uitmaken? Kunnen die ons beschermen? Nee, dat is het probleem. Het probleem gaat niet door repressie of die maatregelen opgelost geraken. Het moet op een menselijke manier opgelost geraken. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen. De staat, de moslimgemeenschap, heel de mensheid, om die problemen op te lossen. Anders gaat het niet lukken. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dus dit is eigenlijk een loze maatregel wat u betreft? Ze moeten het doen om de burgers te beschermen. Maar of dat veel gaat helpen, is een andere vraag. En als u zegt, we moeten het op een menselijke manier oplossen. Wat is dan de menselijke manier? Dialoog, openstaan voor de ander. Dat is heel belangrijk. Ik hoor vaak in de media dat mensen zeggen van kijk, het zijn geen moslims en dergelijke meer. Ik ben daar tegen. Ze zijn een deel van de moslimgemeenschap. Als we blijven zeggen dat ze geen moslims zijn, dan gaan we het probleem niet erkennen, gaan we rond de pot draaien, gaan we in een spiraal van ontkennen terechtkomen. Dus om een probleem op te lossen, moeten we ten eerste een diagnose maken en zeggen van kijk, er zijn bepaalde zaken die misgaan in deze samenleving, meer bepaald binnen de moslimgemeenschap. Dus ook de moslimgemeenschap moet zeggen, deze horen bij ons, dit is ons probleem. Klopt. En als dan bijvoorbeeld onze burgemeester van Rotterdam zegt, als het jou hier niet bevalt, dan rot je maar op. En hij sprak toen, zei hij zelf, ook zijn eigen woorden, als woedende moslim. Kijk, de meeste mensen die hier momenteel leven op deze planeet, zijn mensen die de laatste 100 jaar geboren zijn. Ik bedoel, niet meer dan 100 jaar geleden. We zijn allemaal gemaakt door omstandigheden. Ik zit hier dankzij omstandigheden, door omstandigheden. Ik ben geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp. Dus we zijn allemaal gemaakt door omstandigheden. Ook die jongeren. Die jongeren zaten in de moskeeën een paar weken geleden en vertrekken naar Syrië. Dus door het probleem te ontkennen, gaan we niets bijdragen aan een betere samenleving. Respect, verdraagzaamheid, dialoog en met die jongeren in gesprek gaan. Maar wat betreft de oproep van de burgemeester, ik begrijp hem wel. Mensen die geweld willen plegen in een samenleving, ja, wat valt daar eigenlijk nog mee te discussiëren? Maar dat staat haaks eigenlijk op wat u zegt, van dialoog aangaan. Ik zou eigenlijk in dialoog gaan met hen. Waarom? Omdat vanaf het moment dat die jongeren in de steek worden gelaten, als we zeggen van oké, iedereen gaat weg, ja, dan gaan ze eigenlijk het probleem misschien exporteren naar het buitenland. Dat is één. Maar twee ook, ze laten ook hun familie achter. Ouders, kinderen, vrienden, zussen, die ook met die problemen gaan opgezadeld geraken. Ik wil best, of laat ik het zo zeggen, u en ik zouden best misschien de dialoog aan willen gaan. Ja. Maar mensen die dit soort dingen doen, zijn niet echt open voor dialoog. Dus dat komt niet van twee kanten. Hoe doorbreek je die impasse? Ons probleem momenteel in deze wereld is dat wij eigenlijk wraak nemen. Hetzelfde doen met de vijand. Ik sta open voor de ander. Ik sterf liever als slachtoffer dan als dader. Dat is mijn punt in deze wereld. Het is niet omdat iemand gewelddadig is of dat iemand geweld pleegt of iemand mij diaboliseert of iemand die mij criminaliseert dat ik hetzelfde moet doen. Ik moet hetzelfde niet doen. Ik moet altijd me gedragen als mens. Ik denk dat de meeste mensen naar die norm leven. Alleen, ik bedoel het in hele pragmatische zin. Ja. Stel dat er zo'n één tegenover ons zat hier. Die wil überhaupt al niet eens met ons praten. Hoe doorbreek je dat? Die is niet open voor dialoog. Misschien moeten we hem minder gaan veroordelen en meer met hen gaan spreken als mensen. Iedereen is gemaakt door omstandigheden. Ik ga met u naar de geschiedenis. De Wahhabitische stroming binnen de islam is ontstaan in de 18e eeuw. Krijgt hier de kans om zich te verspreiden. Als jongeren ervoor kiezen om het salafisme te volgen, dan gaan we ze hen gaan bekritiseren. Maar laten we eigenlijk Saudi-Arabië toe om hun ideologie te verspreiden. Dus iedereen is gemaakt, iedereen is slachtoffer. Iemand die op zoek is naar een houvast in het leven, iemand die op zoek is naar een ideologie waar hij zichzelf gelukkig bij voelt, is waarschijnlijk ook slachtoffer als hij bijvoorbeeld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dus dat is heel belangrijk. Ik zeg niet dat die jongeren gepamperd moeten worden. Integendeel. We moeten ook kordaat zijn en een duidelijk signaal geven van kijk, iemand die naar Syrië vertrekt om te gaan strijden vanaf nu moet weten wat er hem te wachten staat als hij terugkeert. Dat gaat er ook voor zorgen dat die jongeren een bewustere keuze kunnen maken. Dat is ook voor hen goed, want nu gaan ze 10 keer nadenken voordat ze vertrekken. Als ze weten wat de gevolgen en de consequenties daarvan zijn. Maar als ze het niet weten, als er geen nationaal beleid is... Maar wat zouden de consequenties moeten zijn, denkt u? Wat zou helpen om ze niet meer daarheen te laten? Bijvoorbeeld, ik ben geen jurist, maar zeggen van kijk, iemand die vertrekt vanaf nu kan niet meer zomaar terugkomen. Dat is logisch ook.
Dus dat uitleggen. Maar momenteel is er geen nationaal beleid. In België zijn er een stuk of 100 jongeren teruggekeerd. Sommigen lopen vrij rond, anderen worden in de gevangenis gestopt. Ik vraag me af op welke basis. Niet iedereen is eerlijk of, over wat hij daar heeft gedaan. In een paar dagen kan iemand met een kalasjnikov schieten. Dat is niet echt zo dat, dat die jongeren terugkeren en zeggen van ja, ik heb daar niets gedaan, dat dat ook werkelijk zo is. Ik vind 100 teruggekeerde Syriëgangers doodeng. Niet iedereen is een gevaar, maar natuurlijk moeten we dat niet onderschatten. Ja, klopt. Ja. Als we in een gebouw zitten en we weten er is iemand in dat gebouw die mij wil doden, ook al zijn ze met 100, dan loop ik weg. Natuurlijk. Dus... u heeft een jihadganger gesproken, een Nederlandse jihadganger. En laten we eerst even naar hem kijken. Sta op. Sta op. Zie hier hoe jullie broeders zijn aangevallen door Amerika en door haar bondgenoten. Zie hier hoe zij zijn aangevallen. Zie hier hoe zij zijn aangevallen. Door de bondgenoten van Amerika en door Amerika. Sta op en doe wat. Onderneem iets. Onderneem iets. Sta jullie broeders bij. Met hulp, met steun. Verricht door aanvallen. En desnoods sta je op. En verricht je een sterke, stevige daad tegen de Nederlandse overheid. Want de Nederlandse overheid is ook een overheid die steun biedt aan Amerika. Doodeng. Ik ken hem trouwens. Ik heb in dat gebouw daar verbleven, achter hem, die een paar maanden later door Amerikanen is gebombardeerd geweest. Ja. U moet wel weten dat drie vrienden van hem gestorven zijn op dat moment. Dus mensen kunnen emotioneel reageren. Ik hou daar rekening mee. Ik ben mens. We zijn mensen. Ja, Hannah Arendt heeft dat ook gedaan met Eichmann. Eichmann in Jeruzalem. Ze zei van, het heeft geen nut om Eichmann te gaan diaboliseren. We moeten verantwoordelijke mensen zijn. Kijk, in het Midden-Oosten, 90 jaar onrecht. Ik ben niet hier in België of in Nederland, omdat ik dacht, wauw, ik ben Palestijn. Er is daar nog altijd geen vredesakkoord. De Arabische dictators onderdrukken hun bevolking. Als we kijken naar Israël, ze spenderen meer aan wetenschappelijk onderzoek dan alle Arabische landen samen. Ze houden hun bevolking dom. En dan gebeuren die taferelen, oorlogsgebied, dergelijke meer, worden mensen gedood. En sommigen voelen een verwantschap met die mensen en vertrekken. Dus laten we daar eerlijk in zijn. Het is zo dat wij de gevolgen dragen van 90 jaar wanbeleid. En niet alleen het Westen, ook de Arabische landen. Ook Saudi-Arabië, ook Iran. Sectarisch propaganda. 10 jaar lang, ik ben eigenlijk opgegroeid met sectarisme. Constant op tv horen dat Sjiïten honden zijn. 10 jaar lang. En als IS morgen iemand doodt, dan zeggen we ja, IS is fout. Nee. Jullie hebben IS gemaakt. Die mensen die zijn niet uit de maan of van de maan gevallen. Of van een planeet. Die komen uit onze samenleving, uit onze Vrije Westen, uit Saudi-Arabië, uit Tunesië, overal. Ze zijn gemaakt door omstandigheden. Als wij niet openstaan voor de pijn, het verdriet van die mensen, gaan we nooit oplossingen kunnen bieden en gaan we eigenlijk dweilen met de kraan open. En dat is eigenlijk een boodschap aan iedereen van kijk, praat, praat, praat. Onze toekomst hangt ervan af. De toekomst van onze kinderen, kleinkinderen, dat kan niet zomaar geaccepteerd worden. Dat mensen momenteel in onze samenleving met angst rondstappen dagelijks in de metro's. Dat kan niet. Dat is polariserend. Dat werkt polarisatie in de hand. Islamofobie gaat toenemen. En als ik eerlijk mag zijn, extreem rechts op dit moment en IS zijn objectief bondgenoten. Ze hebben elkaar nodig. Hoe meer polarisatie, hoe meer IS kan recruteren. We moeten daar echt zorgvuldig mee omgaan. En een boodschap aan de moslimleiders, aan de imams. Neem uw verantwoordelijkheid op. Het moet gedaan zijn. Zeggen van ze hebben niets met ons te maken, terwijl dat ze met ons bieden, terwijl dat ze met ons couscous en tagine eten elke dag. En dan vertrekken ze naar Syrië en Irak en dan zeggen we oké, ze hebben niets met ons te maken. Zo lost je het probleem niet op. We hebben echt modellen nodig, figuren in de maatschappij die die jongeren een houvast geven, die jongeren bereiken, die met die jongeren spreken en de pijn en frustraties kunnen kanaliseren. Anders lost je het niet op. Ik hoor wat u zegt en u klinkt ook geëmotioneerd. Tuurlijk. Dat begrijp ik. Tegelijkertijd, als ik hoor wat u allemaal zegt, en ik som het even voor mezelf op. De moslimgemeenschap, Saudi-Arabië, Arabische dictaturen, het Westen. Die moeten bij elkaar komen om dit op te lossen. Ja. U schetst eigenlijk de meest complexe problemen in de wereldpolitiek. En tot nu toe heeft niemand ze kunnen oplossen. Dus wat is de prognose voor het oplossen van dit? Samenkomen, discussiëren, dialoog, eerlijk zijn. Niet denken in een termijn van 4 jaar, verkiezingen en daarna wat. Degene die vandaag de beslissing maakt, draagt de gevolgen 20 jaar later. De kinderen zijn het slachtoffer van ons falen binnenkort. Momenteel is er een staat in het Midden-Oosten die gevestigd is met 8 miljoen inwoners,
Kobani 3 maanden lang bombarderen de internationale troepen, IS, JPG-troepen die IS bestrijden, de Koerden, Peshmerga, en nog altijd blijft IS aanvallen. Hoe gaan we Mosul terugkrijgen? Hoe gaan we Deir-ez-Zor heroveren? Dat gaat niet zomaar. Wat we moeten doen is bijvoorbeeld, als we kijken naar Irak bijvoorbeeld, 2003, Amerika viel binnen in Irak. 500.000 mensen worden gewoon ontbonden op straat gegooid. Dat is de ideale voedingsbodem voor IS. Libië, iedereen zat te springen en te zeggen van ja, we gaan het gaan oplossen, Gaddafi moet weg. En momenteel is er geen stad verbonden aan een andere stad, geen stam verbonden aan een andere stam. IS heeft daar een basis kunnen oprichten. Er zijn daar groepen die IS de eet van trouw zweren. Dat is het probleem. Het falen. We moeten dringend gaan kijken wat we allemaal mispeuteren in deze wereld. Het buitenlands beleid onder de loep nemen en analyseren en kritisch durven zijn. En uw fouten durven toegeven. Durven toegeven dat we fouten hebben gemaakt. Dat is het tweede gesprek vandaag die zo eindigt. Hartelijk dank. Straks Bastiaan en Tooske Ragas over het geheim van een ideale relatie. Maar nu eerst. Homoseksuele jongeren geven hun leven een kleine 6+. Uit een rapport dat vandaag verscheen blijkt dat we homoseksualiteit meer accepteren zolang we het maar niet zien. Ik heb best wel een paar keer ruzie met hem gehad en dan zeg je weer, hey vader, wie is kut homo? Met alle ziektes die er ook omheen draaien en het barst van de poterhammers. Ik deed alles wat God verbood, jongen. Ik heb mensen beroofd, ik heb weet ik veel allemaal. Ik heb ook een homo neergestoken. Ja. Ik heb 2 jaar vastgezeten voor de grapje. Zo erg is het dus gelukkig niet bij de meesten, maar veel homoseksuelen voelen zich nog steeds niet echt veilig. Ik praat erover met programmamaker Tim den Beste, politicoloog Monique Samuel en presentator Winfried Paes. Welkom jongens, op de bank. De vreselijke bank. Heerlijke bank. Dank je, Winfried. Hoe veilig voel jij je, Tim, eigenlijk? Ik voel me best wel veilig. Ik heb ook niet zo heel veel rare dingen meegemaakt. Ik woon in Amsterdam, mm-hmm. En daarvoor in Rotterdam. Maar ik ben bijvoorbeeld 1 keer op de Vijzelstraat. Een paar jaar geleden stond ik met een jongen te zoenen bij de tramhalte. En toen had ik ineens een klodder spuug hier. Dat was iemand die me had bespuugd. Dat kwam niet zeg maar uit de lucht. Wat ik eerst nog dacht, vogel. Je onschuld. Ja, ik dacht dat is een homofobe vogel. Kan. Die zijn er ook. Zeker, natuurlijk. Ja. Maar nee, dat was gewoon iemand. Dan zijn er altijd homo's die dan zeggen, oh, maar Tim, ben je niet boos? En dan zeg ik nee, want ik vond het eigenlijk heel zielig voor die jongen. Ik had dat een soort vind ik heel medelijden. Groot van je, Nee, maar ik vond het echt zielig. Snap je? Pathetic. Wat ben je een zielige jongen dat jij soort van denkt, ik ga daarop spugen. Ja. Dan gebeurt er niet heel veel in je hoofd. En jij, Monique, voel jij je altijd veilig? Nou ja, ik maak me meer zorgen over die IS-dreiging wat dat betreft dan homofobe aanvallen. Die zullen toch van iets kleinere schaal zijn, hoewel IS homofobisch bij uitstek. Maar het is mij niet zozeer de onveiligheid in Nederland dan. Hè. Ik reis heel veel in andere landen, maak natuurlijk veel onveilige situaties mee. Als wel dat gevoel dat je een exotische attractie bent. Ga zoenen en je hebt gejoel. Ga zoenen en geklappen. En ik denk dat dit... Ik denk dat homo's sneller worden geslagen. Het zijn vaak homoseksuele mannen, als je dan de rapporten leest, die worden geslagen, niet meisjes. Maar ik denk dat ik wel namens veel lesbische meiden in Nederland spreek, dat je het gevoel kent dat er iemand naar je toe komt en zegt, als je mij nou hebt gehad, of als je mij hebt geprobeerd, of ik kan je wel weer straight krijgen. Het is wel minder erg dan slaan, vind ik. Nee, ja. Ik vind het... Ik wil liever dat. Aardig. Dit wil ik best. Geef mij maar een klap, dan kan ik je klap teruggeven. Maar kom je naar mij toe dat de grootte van uw geslachtsdeel mij weer in de juiste hoek gaat krijgen. Want wat mij betreft heb ik de juiste geaardheid. Maar goed. En dat het gejoel, het geklap, dat man naar je toe komen en zeggen zoenen. En dit is een soort van... klein hooliganisme waar ik heel slecht tegen kan. En dat zeer storend is op den duur. Ja, begrijp ik. Winfried, loop jij je gewoon hand in hand op straat? Ik heb al het soort dierlijk principe dat als je angst niet toont, dat je dan ook geen underdog wordt. Dat hoop ik altijd. Maar dus ik doe het met mijn vriendjes, heb ik altijd een soort stug. En ik heb hier in Bosselommer in Amsterdam gewoond en nu woon ik hier in Rotterdam-West. Daar wonen allerlei culturen door elkaar heen, waar ook culturen tussen zitten die in principe niet heel erg blij zijn met homoseksualiteit. Maar ik loop in principe hand in hand. Maar altijd kom ik daarmee in discussie met mijn vriendjes. Want die willen dat niet. Nou ja, of gewoon bang, of er zo'n groepje staat. Maar ik denk toch wel, als je toegeeft en je gaat bang zijn en je gaat jezelf... Bovendien, waarom zou je bang zijn? Ik bedoel, er is me nooit iets overkomen verder.
Ik heb toch altijd, net zoals met een hond, weet je, als je langs een hond loopt en je begint je zorg te maken, dan bijt hij ook. Ik wil niet iedereen een hond noemen, maar ik bedoel gewoon toch, het is wel, dat principe hou ik wel een beetje vast. Ik ben het helemaal mee eens dat je altijd hand in hand moet lopen en gewoon moet zoenen en dat niet moet laten beletten, want we vergeten soms wel iets. En dat is dat je in een wijk als Boslommer ook geen heterostellen ziet zoenen. In bepaalde culturen is er überhaupt een taboe rond alle uitingen van publieke affectie en seksualiteit. Of dat nou homo is of hetero. Dus ik ben er altijd voor. Maar het is wel zo. Maar het is niet zo dat als je hand in hand loopt, dat de mensen denken, oeh, die is heel dapper, dus ik doe niks. Ik bedoel, daarvoor heb ik toch te veel gezeur tegen mijn hoofd gehad. En ook een keer een auto die naast me bleef rijden en toeteren. En een man die mij een keer vastgreep. Het is wel iets waar een gemiddelde heterostel never ever ooit aan hoeft te denken. Ik heb nog nooit in mijn leven gedacht. Als jij met die benen door bepaalde wijken gaat lopen en je doet een klein beetje te sexy, dan krijg je ook dingen naar je hoofd geslingerd. Dat is ongeveer vergelijkbaar. Maar niet omdat ik met mijn vriendje hand in hand loop. Dat in ieder geval niet. Maar goed, het is wel een beetje hetzelfde. Ik bedoel, het is opvallend gedrag wat afwijkt. Sexy gedrag van meisjes wordt ook. Dat is wel zo. Maar als zij met haar vriend hand in hand loopt, dan houdt dat gejoel en gefluit snel op. Want dan durven mensen niet zo snel wat te zeggen. Zeker als het Freek Vonk is, zou ik zeggen. Dan houdt het sowieso op. iets anders wat in het nieuws was vandaag, los van het rapport waar homoseksuele jongeren een vrij laag cijfer, kwaliteitscijfer aan hun leven gaven, is dat er in Engeland, in Manchester geloof ik, in Groot-Brittannië moet ik zeggen, komt er een school alleen voor homoseksuelen. Eigenlijk om tegen te gaan dat homoseksuele jongeren gepest worden of zich buitengesloten voelen. Ja, ik zie jullie alle drie bedenkelijk kijken. Tim, ik ben jij niet zo'n voorstander van. Denkt Monique is er niet zo'n voorstander van. En ik ook niet. Nee. Volgens mij ga je dan. Ik zou best wel, ik kan me voorstellen als je 12-jarige homo bent, dat je denkt, ja, ik wil daar gezellig wonen. Of naar school. Ja, gezellig. Ja. Doe veilig allemaal. Ik zou niet. Ik denk niet. Ja, nee, het maakt het probleem alleen maar groter. Dit is net als een soort van wijk waar je alle buitenlanders bij elkaar gaat zetten. Ik vind het ook een moeizaam idee, maar het is geboren uit een noodzaak van kinderen die dus niet mee kunnen komen op een normale school, om het zo te zeggen. En dus zo wanhopig zijn dat ze zeggen, laat mij maar met gelijkgezinden zijn. Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen en daar waren echt maar een paar only gays in de villages, zullen we maar zeggen. En ik was toen nog niet homo, ik deed van alles. Je was ik was nog gewoon, niet. Ik was ik nog geen homo van alles, van alles wat bewoog was ik verliefd. En toen wist ik het nog niet zo zeker, maar Daar zag ik geen voorbeelden. Daarvoor kun je natuurlijk wel iets bedenken. Ik kwam niet eens in aanraking met homo's. Er was één homo op de camping waar ik veel werkte. Daar ging de jongen waar ik achteraf gezien heel erg verliefd op was vervolgens mee zoenen. En de reacties die dan loskwamen bij het feit dat die jongen daarmee gezoend had, die zijn wel super heftig. Het is ook gewoon de heftigheid van afwijken in de puberteit. Ik bedoel, doe maar. Ik ging negatief altijd, we zitten heftig. Nu op hashtag de bank, maar ik ging vroeger altijd zo zitten, omdat mijn vader ook altijd zo zat. En op school werd er op een gegeven moment gezegd dat dit homo was of gay. En toen heb ik echt eindeloos altijd zo een beetje een soort. Bij het jeugdjournaal heb ik gewerkt, ging ik altijd zo zitten. Ik heb een soort hele afwijking. Daar hebben ze een woord voor tegenwoordig. Manspreading heet dat. Ze gaan dat proberen dat tegen te gaan in de metro in New York, maar dat is een heel ander onderwerp. Maar nu zit je gewoon ook al voor zitten. Nee, ik ging even zo. Nee, maar ik herken het heel erg. Want ik had ook zo'n periode dat je zo voelt. Je wordt super en dat bewust. Je zo in je hoofd. Nee. Ja. Maar dat is gewoon, en dat heeft ook allemaal met soort van dat probleem te maken. Dat überhaupt soort van de hokjes. Waarom is alles in hokjes ingedeeld? Seksualiteit is iets super ingewikkelds. En dat is niet hoekerig, dat is fluïde. En dan gaan we ook nog soort van, daar horen ook allemaal gedragingen bij. Ja, stereotypen. En dan heb je soort van de homo die dan super gay is. Dat is dan eigenlijk, ben je dan een beetje minder waardig. Als jij een soort van mannelijke gay bent. Of een vrouwelijke lesbienne. Hey, nee, maar dan ben je eigenlijk een soort van, dan ben je eigenlijk een soort van een opper. Homoseksueel. Als je een soort god. Een soort god onder. Nee, maar wij lachen er nu om, jongens. Maar als jullie zeggen, ik voelde dat ik zo wilde gaan zitten en ik dacht, nee, laat ik dat niet doen, dan vind ik dat om te huilen. Omdat dat is gewoon wie je maar bent. Alles, ik weet niet hoe je bij jou was toen je tiener was, maar alles wat afweek, dat leverde is om te gedoe huilen. Op. En ik bedoel, een 6 vind ik nog best oké voor je tienertijd. Kijk, die zelfmoordcijfers die in het onderzoek bleken, dat is het veel aantal te heftig, homoseksuele jongeren dat een zelfmoordpoging doet, is 5 maal hoger dat is dan heteroseksuele jongeren. Dat cijfer voor je leven. Ja, ik bedoel, ik denk dat heel veel pubers en tieners het leven nog veel te zwaar en te ingewikkeld vinden. Ja, alleen het cijfer was aanmerkelijk lager dan bij hetero's. Maar herken je iets van die. Want ik vond het schokkend, 5 keer hoger dan onder hetero's. Nou, ik ken dat gevoel heel goed. Ik heb het nooit eerder gezegd, maar ik heb 3 keer op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. En dat was uitsluitend vanwege mijn geaardheid. En dat was echt omdat ik in een omgeving verkeerde waar iedereen, en dan zeg ik ook echt iedereen, behalve 1 tante en 1 vriendin van mijn moeder, die ik weerde omdat ik dacht, dit kan niet waar zijn,
zei dat homoseksualiteit slecht was, zondig, ik in de hel zou beleiden, zou belanden. Ik te creatief was en geen grenzen kon zien. Die vond ik dan wel weer heel origineel. Dat het een duivelse verleiding was. Dat ik in de handen van de duivel was gevallen op andere fronten. Dat ik nooit meer naar Egypte zou kunnen gaan en mijn familie blijvend kwijt zou raken. Dat ik nooit een gelukkige relatie zou kunnen krijgen, want homo's gaan natuurlijk altijd erop los en dan heb je nooit een vaste relatie. Dat ik geen kinderen zou krijgen, dat is natuurlijk biologisch onmogelijk. Ha, stop! En ga zomaar door. Nee, maar verschrikkelijk natuurlijk. En dat heeft er dus toe geleid dat jij drie keer een... Ik zag het echt niet zitten. Ik dacht, ik kan nooit gelukkig worden in mijn leven. Iedereen vertelt mij dat ik doodongelukkig en eenzaam alleen ga sterven. En zeg maar dat ik mezelf feitelijk ga begraven. I'm gonna die lonely in my own grave. Hoe is dat omgeturd, Monique? Hoe heb je dat... Nou, ik ben uiteindelijk ook met een man getrouwd om gewoon van het hele gezeur en strijd af te zijn. Ik dacht, ik wil niet alleen zijn, dan liever dit. En het was ook een therapie en een compleet spreekverbod. En iedere keer als ik dan toch dat spreekverbod tegenging en met vrienden praatte, of het toch tegen moeder van een vriendin vertelde, die ik dan in vertrouwen nam, was de houding altijd of complete gechoqueerdheid of stilte. Die vreselijk ongemakkelijke stilte, waar denk ik best wel mensen wat vanaf weten. Dat is echt beklemmend. Dan heb je nog niet van iemand tegen je gaat schreeuwen. Of ik had gewoon van, we gaan voor je bidden, of we moeten elkaar voorlopig maar niet meer zien. Uiteindelijk, toen kwam de Egyptische revolutie en dacht ik, ik praat elke dag over vrijheid en ik leef een dubbel leven. Ik zit in een kooi, hoewel ik mijn man enorm bewonder en het is nog steeds een hele goede vriend. Dus het lag absoluut niet aan hem. Fantastische jongen. Maar dit was een keerpunt voor jou in je leven. Je dacht, ik ben klaar mee. Ik kan niet spreken over vrijheid als ik mijzelf deze vrijheid ontzeg. En toen ben ik uit de kast gekomen door middel van een blog, waardoor ik mijn ouders en mijn hele omgeving en familie dwong dit in te zien, want zij wisten dit, maar hadden het zo kunstig verzwegen en verdrukt. En toen het gepubliceerd was, kon het niet meer. Jongens, dit is voor jullie misschien niet herkenbaar, dit verhaal. Ik kijk even naar jou, Winfried. Nee, ik had super tolerante ouders en die zeiden altijd al van begin af aan, homo's zijn net mensen. En dat is ook gewoon zo. Dus en mijn omgeving was weliswaar niet zo homo georiënteerd. Maar als tiener was ik ook niet zo druk mee bezig. Ik werd later verliefd en vervolgens heb ik het op mijn verjaardag verteld. En toen was het allemaal helemaal goed. Dus als je lieve ouders hebt, dan is het al snel goed. Ik vind die cijfers van het zelfmoord wel raar. Ik bedoel, er zijn zoveel campagnes en er zijn zoveel initiatieven geweest om bewustzijn te kweken dat op in onderwijs en zo, dat niet blijkbaar niet gesignaleerd wordt als mensen een beetje van het pad afraken. Had jij ook gedacht dat alles wat we eraan doen wel had geholpen? Dat alles wat? Dat wat we eraan doen, al die campagnes, programma's. Het is volkomen geaccepteerd om erover te praten. En dat het dan nog zulke gevolgen heeft. Ja, maar ik denk dat het misschien... Ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden, omdat ik wel besef dat ik in een soort bubbel leef. In ieder geval in een soort van... dat ik allemaal mensen om me heen heb die gewoon alles sowieso prima vinden. Amsterdam dan ook nog. Ik vind het heel moeilijk om te bedenken hoe het is als je nu 12 bent en je denkt misschien, goh, misschien ben ik wel homo of lesbisch en je woont niet daar, maar ergens misschien wel zoiets, zo'n omgeving waar jij vandaan komt. Het is sowieso of, moeilijk als je jong bent. Als je heel jong bent, zit je nog in een thuissituatie. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Dus schijnbaar helpt het niet. Dus misschien moet er toch iets anders gedaan worden. En wat zou dat moeten zijn dan, Tim? Ik denk, ik hoorde net rolmodellen in het andere gesprek. Ik denk dat voor dit onderwerp ook geldt. Ik vond bijvoorbeeld Macklemore, dat is een Amerikaanse rapper. Die is hetero, een hele stoere man. Maar die is ontzettend een soort van voorvechter voor homorechten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat een super toffe hetero gast, wat dat dan ook is, dat die eigenlijk tegen zijn achterban zegt, hé jongens, het zijn onze homo's. En daar blijf je vanaf. Het is niet per se een homo-voorbeeld die dat doet. Niet per se een rol die voor jullie weggelegd is. Maar iemand uit de hetero-gemeenschap die dat... Die brug bouwen. Heb je troost, Winfried, voor al die jongeren met een 6+ nu? Ja, het komt vanzelf allemaal goed. Mijn ouders zeiden trouwens, homo's zijn ook mensen. Het is wel net een klein nuanceverschilletje. Want dat is toch iets lulliger. Dat moet ik toch even corrigeren. Er is ooit een project geweest van het COC en dat was Help een homo in de klas. Daar is ook een hele mooie documentaire over gemaakt. Die zou eigenlijk iedereen even moeten gaan kijken. Daar werden homo's in de klas gezet, heel simpel gegeven. En dat is zo shocking wat daar gebeurt. Echt keiharde reactie. Met name grote steden, scholen. Een reactie van tieners, jongens die gewoon omdraaiden, niet naar de homo wilden kijken. Vooral de jongens, overigens de meisjes, die gingen al wel snel om als ze erachter kwamen. Hey, met die jongen of dat meisje is best wel te lachen. Of ze zijn wel lief of aardig. Maar dat is het natuurlijk. Je moet gewoon eigenlijk gewoon de leeuwenkuil in. En daar gaan laten zien
dat Monique best wel meevalt als je er in het echt ziet. Ja, maar dat, volgens mij werkt dat het allerbeste. Ik bedoel, het is allemaal wat onbekend maakt onbemind. Ik bedoel, ik denk dat dat nog een oplossing is. Het is alleen maar heel veel werk. Het was zo druk. Zijn je daar een rol voor jezelf weggelegd, Monique? Nou ja, wat, kijk, het gebeurt automatisch. Kijk, omdat ik heel open ben over mijn coming out, krijg ik heel erg veel mails, Facebook-berichten, tweets van mensen met een soortgelijk probleem. Dat kunnen echt. Nou, zelfs een keer een vrouw van 75, die een paar maanden geleden uit de kast is gekomen. En dat haar man was overleden. En toen pas voelde zij die vrijheid om uit de kast te komen. Tot jongens van 19, gewoon Hollandse jongens trouwens, die zeggen: ik heb zo'n rotjeugd gehad, ik ben zo gepest op school. Ik haat van mezelf dat ik homo ben, maar ik ben het en ik omarm het maar. En daar zit dan alles tussenin, hè, het hele spectrum. Maar ik denk dat er wel een zeker probleem is. En dat is aan de ene kant dat jongeren steeds vroeger ontdekken dat ze homoseksueel zijn, uit de kast komen, dat heel goed wordt ontvangen, in een omgeving opgroeien waarin ook de ouders al eigenlijk bij de geboorte van uitgaan: hé, mijn kind kan ook homo zijn of lesbisch of transgender. Je ziet ook steeds meer jongeren het transgender traject ingaan bij de VU. En het probleem is? Het probleem is dat ondertussen een andere groep in een hele andere subwereld zit, thuis. En in de kerk of in de moskee of binnen etnische groepen. Ik bedoel, je moet ook niet vergeten dat het voor bijvoorbeeld een Hindoestaanse Nederlander door de hele trouwcultuur en patriarchale cultuur heel moeilijk kan zijn om homoseksueel te zijn, nog los van welke religie ook. Of voor een Chinese Nederlander, waarin ook een bepaald vast idee bestaat over de familie en de naam van de familie. En daar zit een enorm groot verschil. En ik denk soms dat binnen de homoseksuele gemeenschap alleen al, laat staan daarbuiten, er een zekere kloof is tussen die ervaring. Dus je hebt aan de ene kant een stichting als Secret Garden die homo's echt in een soort van blijf van mijn lijfhuis stopt. Monique, ik wil er positief eindigen. Oh ja. Ja, maar ik wil. Nee, maar daar zit voor mij. Ik wilde iets opbeuren. Ja, nee, maar iedereen. Nee, mislukt. Nou, die vogel, die homofobe vogel, die kwam later terug om zijn excuses aan te bieden. Een sprookje, een sprookje. Dank je wel. Dank je wel. Je relatie een beetje leuk. De EO zet het powerkoppel Bastiaan en Tooske Ragers vanaf maart in als relatiedeskundige om gestrande koppels te helpen. Jij hebt geen idee wat je doet met mij, want alles jou is gebeurd. Ja. Alles wat ik wil, ben jij. Ja, zo begon het. Super romantisch. 12 huwelijksjaren zijn we verder. Wat voor huwelijk is het eigenlijk, Bastiaan? Wel gezellig. Wel gezellig? Ja. En dat is het eigenlijk. Het is heel gezellig. Tooske, je lacht. Ja. Je bent het ermee eens. Ik geloof dat het wel heel relaxed is. Heel, ja, beetje huistuin en keukenhuwelijk, denk ik wel. Maar gezellig, we kunnen het heel erg met elkaar vinden. En ook wel eens niet, meestal wel gezellig. Het is niet zo'n mega dramatisch liefdesverhaal waar er af en toe een heel servies doorheen gaat en dan weer goed maken 3 dagen en dan weer boos. Nee. Gewoon heel normaal en gezond. Nou ja, normaal weet ik niet of het normaal is. Als je bedenkt dat 1 op de 3 koppels scheiden, dan is het dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ja. Relaties best ingewikkeld, maar dus het begint meestal natuurlijk gewoon met de bouwsteen of het goed past. Ja, je moet en, wel. We hebben heel veel geluk gehad. Dat we elkaar gewoon heel goed trekken. Dat is het, denk ik. Ja, dat is het. Daar begint het. Mijn vader zei ooit toen ik vroeg: pap, wat is nou het geheim voor jouw relatie met mama? En toen zei hij: ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar je moeder irriteert me niet. Toen dacht ik: nou, dat is ook een mooi compliment. Maar als je er wat langer over nadenkt, denk ik: ja, dat is. Je stoort je natuurlijk heel snel aan mensen. De basis moet dat wel zijn. Nou, je moet het kunnen hebben dat iemand voortdurend in je nabijheid is. En dat kan je niet van iedereen hebben. Sterker nog, er zijn hopelijk maar 1 iemand van wie dat eigenlijk kan. Met je eigen kinderen waarschijnlijk. Er zullen ook nog andere mensen zijn. Ja, maar de wereld is groot. De hele tijd om je heen? Ja. Dat gaat goed. Jullie worden ingezet als relatiedeskundigen. Waren jullie al zo'n koppel waar vrienden altijd bij aanklopten en zeiden: oh jongens, wat ik nu weer heb gedaan, help mij? Nou, we hebben wel. Moet een beetje oppassen, want daar kijken ook mensen natuurlijk. Mensen, Bastiaan. Dank je. Ja, daarom. Net zoals mensen, gewoon normale mensen. Wat we wel wat vaker hebben. We doen daar niet zo heel veel voor, maar wat ik zeg, het is wel een natuurlijke match.
Tooske en ik. Dus daar doen we niet zo heel veel voor. Okay. En dus dan zit je wel eens met mensen te praten op vakantie of een weekendje weg en zo. En ja, die komen dan met het hele verhaal, wat er allemaal misgaat. Of die worden boos op elkaar in het gesprek of dingen. Ja, en wat hebben jullie dan? En dan, ja, dan kunnen we niet zo heel... Ja, ja, hij gaat wel eens uit en dan komt hij heel laat thuis, korter dan gezegd. Ja, het is, ja, er is dan niet zo heel veel. En de meeste mensen geloven dat dan niet. Dus dat is een beetje... Ze wilden leed delen en dan blijkt dan geen leed aan die kant te zitten. Dus dan beginnen we over andere dingen. Ondertussen, maar Nick nu ook al grappen maken. Want hij zegt, nee, dat heb jij natuurlijk weer niet. Ja, dus want dat doet hij van jou natuurlijk niet. Maar toch is er dan... Maar het is wel een beetje, het is een beetje gênant, is dat. Los nog van... Maar je moet dan wel de stap durven nemen om anderen te gaan adviseren over hun relatie. Want dat is wat jullie doen in dat programma. Of proberen te helpen, althans. We proberen ze een goede zet in de goede richting te geven. En we proberen ze vooral met een heel team van professionals. Ik bedoel, wij zijn geen professionals. Wij zijn... Maar jullie zijn de inspiratoren. Nee, maar we hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Want toen wij het allereerste gesprek hierover hadden, hadden wij wel zoiets van... Ja, en wie zijn wij dan? Alleen maar omdat wij het goed hebben met elkaar. Dat wil niet automatisch zeggen dat wij dan iemand anders kunnen vertellen hoe het moet. Dus dat, we hadden wel... maar we vonden het ook spannend. En we waren ook nieuwsgierig. En we dachten ook, ja, stel nou dat het wel lukt. Heel bevredigend. Dan zijn we echt iets aan het doen om... Iets echt, iets belangrijks. Ja. Dus we hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd. En we hebben het natuurlijk wel zo gemaakt, of natuurlijk. Als je televisie maakt, dan maak je eigenlijk altijd televisie omdat je het programma wil maken. En dan staat eigenlijk alles in dienst van het televisieprogramma. En wij hebben heel veel gesprekken gevoerd met Sky High die dit maakt. En met de EO die het uitzendt. En we hebben gezegd, als wij dit doen, dan willen we dat doen, maar dan staat de relatie van deze mensen op het hoogste plan. Wordt niet gewoon gebruikt om een programma te maken. Inderdaad een programma van, maar het is niet andersom. En dat moet ook altijd op iedere draaidag de leidraad zijn. Ja, helder. Laten we even naar een stukje kijken. Ja. We hebben hier de laptop en daar staan een aantal beelden op. En we zouden het heel fijn vinden natuurlijk om samen met jullie die beelden te bekijken. Ik maak ook nooit meer wat. Wat heb jij nu van jezelf gezien? Zoals mijn moeder ook altijd was. Wil je dat zijn? Nee. Ik vond het heel heftig. Ja, dat is het. Hebben jullie deze mensen kunnen helpen? Ja, we hebben ze wel. Ja, ze zijn er niet, dus ze kunnen ze het niet zeggen. Dus, maar we hebben ze, wel een enorme goede zet in de goede richting gekregen. Want we zijn maanden met die mensen bezig. Mm-hmm. En nogmaals, er zit een heel team van professionals omheen. Ja, tuurlijk. En we begeleiden ze ook daarna nog een half jaar lang. Wat was het belangrijkste dat jullie tegen deze mensen hebben gezegd? Ja, het is een interessante avond, denk ik. Want het gaat vooral over communicatie. Het gaat over praten met elkaar. Je kwetsbaar op durven stellen. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Mensen zijn zo hardvochtig zelfs bij elkaar in een huwelijk. En dan de vraag is, voor mij hoef je niet bij elkaar te blijven. Maar waar wil je nog wel bij elkaar blijven? Los van de kinderen. Want we hebben een aantal stellen waar we mee gewerkt hebben. Die waren ook zonder kinderen bij. Dan kan je wat makkelijker zeggen, god, je kan ook uit elkaar. En dan zeggen ze, nee, maar ik hou van haar. En dan zeg ik, ja, maar het gedrag wat we zien op die camerabeelden... het is zo hard. Maar wat zie jij? Ja, nou, ik schrik wel heel intimiderend en onaardig. Maar ja, wat wil je? Ja, een fijne relatie. Ik wil dat we lief zijn voor elkaar. Ja, denk jij dat jouw gedrag leidt tot dat resultaat? Nee. Dus ja. Het klinkt allemaal heel simpel. Maar als je zo geconfronteerd wordt met je eigen beelden... Dan gebeurt daar heel veel. En dan komen we na 3-4 weken weer terug. En dan komen we op basis van een plan van die therapeut... met allerlei stappenplannen. En dan zie je echt dat die mensen liever voor elkaar proberen te zijn. Proberen te luisteren, af en toe iets aardigs zeggen. Af en toe gewoon een kopje koffie maken. En weet je wat zo cool is? Kijk, als je dat een beetje gaat oefenen met elkaar... en deze mensen doen dat... En zoiets kleins heeft resultaat... en het zit echt in die verdomde kleine dingetjes... Hè, dat kopje koffie, dat die ander zegt... wauw, dankjewel, je hebt het kopje koffie. Dat is heel fijn. Dat voelt heel fijn. Dus die mensen, daar wil je dan meer van. Dus je gaat denken, hé, ik ga dat nog eens doen. Of ik ga nog eens iets... en als ik nou iets aardigs, dan ga jij misschien ook weer iets... dan kom je in dat...
dat, en, dat, en zo werkt het gewoon. Ja, ja. En dat is maar heel je moet inspirerend. Die draai moet eerst. En zijn jullie, als je dan thuis komt van zo'n draaidag met dit soort mensen, dat je dan anders naar elkaar kijkt en naar je eigen huwelijk en denkt, nou, ja, heerlijk wat wij hebben. Dat is heel, ja, wat ik, jij vroeg hoe, ja, gezellig. Ja. En dat is maar een soort platgetreden ding. Dat klinkt een beetje als van, ja, gezellig. Maar dat je een het fijn hebt en dat je als een team werkt en dan, ja, dan komt het, dat mensen dan over maatjes, daar heb ik ook kotsmisselijk van. Maar het is, uiteindelijk is dat het wel. Dat je met z'n tweeën het leven aangaat en dat de een een beetje dit doet en de ander een beetje dat doet. En met z'n tweeën ben je een team en zo ga je het leven aan. Want er is al genoeg ellende komt erop zeker, je af in het leven. Zeker, dat hebben we ook gehoord. Koester je het meer nu, Tooske, of niet? Nee, niet meer. Nee, dat deed ik al. Nee, dat deed ik al. Dat zijn nou hele mooie woorden om deze uitzending mee te eindigen. Dat deed je al, gelukkig. Dank jongens. Zo zijn we niet getrouwd is vanaf maart te zien bij de EO. Dat was het voor nu. Maandag zijn we er uiteraard weer. Voor nu wel trust een heel fijn weekend. Uitzending bijwonen? Dat kan. Ga dan naar jinek.kro-ncrv.nl.